De zon gaat onder boven het Heikerveld en in het bos aan de rand van de heide gaat het licht aan. Onderzoeker Kamiel Spoelstra kijkt wat voor invloed het licht heeft op nachtdieren. Wat horen we nou langskomen zo? Een gewone dwergvleermuis. Die zijn hier een aantal aan het jagen hier langs de bosrand. Op het Heikerveld staat een aantal rijen lantaarnpalen. Iedere rij heeft een andere kleur licht. Wit, groen, rood en blauw. Nou, we hebben hier in het bos lantaarnpalen neergezet, rijtjes lantaarnpalen. En bij die rijtjes lantaarnpalen meten we heel precies, elk jaar opnieuw, wat de aantallen vleermuizen zijn, wat de aantallen vogels van alle verschillende soorten, de aantallen muizen, marterachtigen, planten, zoveel soorten als we kunnen. Het lichtonderzoek heeft inmiddels aangetoond dat veel dieren het minst last hebben van rood licht. Nou, we weten bijvoorbeeld veel meer over vleermuizen. We hebben goed kunnen laten zien dat het rode licht waar minder blauw in zit, een veel minder verstorend effect heeft op vleermuizen bijvoorbeeld. We weten dat eigenlijk alle kleuren licht bosmuizen erg verstoren, maar dat bijvoorbeeld woelmuizen ook veel minder last hebben van het rode licht. De uitkomst is opvallend omdat vaak gekozen wordt voor groen licht om de natuur niet te verstoren. Dat groene licht wordt gebruikt omdat trekvogels daar geen last van hebben. Maar als je vleermuizen wilt beschermen, heb je er niets aan. Ja, groen is eigenlijk gewoon op het vasteland nergens een goede keuze. Dan kun je beter zachter wit licht gebruiken of licht aan de rode kant van het spectrum.